Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag, jongens, we zijn wedergekeerd. Wedergekeerd in Content Veen. Wauw. Nee, oprecht leuk dat jullie er zijn. Het is een tijdje geleden dat ik even in de survival ben geweest. Maar dat maakt allemaal niet uit, jongens, want alles is nog hetzelfde. Laatste keer dat de video van de survival is geweest, hebben we de gevangenis verder gemaakt. En ik dacht, vandaag is het weer tijd om aan de base te bouwen. Ik moet namelijk nog heel prachtig dit villagerhuisje afbouwen. Het ziet er namelijk allemaal nog niet zo, zo mooi uit of zo. Dat gaan we dus proberen te fixen deze aflevering. Ik wil ook nog wat doen, maar dat ga ik niet zeggen. Ook al zie je dat waarschijnlijk al in de titel of thumbnail. Maar voordat deze video begint, bam, abonneer eventjes. En we gaan voor 2000 likes. Maar laten we dus beginnen met het villagerhuis opknappen van binnen. Er is hier gewoon een enderman. Dan hebben we wat hout nodig en enderside. Maar ons enderside is op. Althans, dat ligt waarschijnlijk bij de gevangenis. Oké, dat gaan we heel even ophalen bij de gevangenis. Aangekomen bij onze prachtige gevangenis, jongens. En hij ziet er toch wel heel leuk uit van binnen al inmiddels. En als het goed is dat ik hier mijn spulletjes achter ga laten. Wie heeft die gehakt? Wat is hier gebeurd? Ik weet dat Justin en Rick een geheime gevangenisroute hebben gemaakt. Volgens mij een geheime ontsnappingsroute. Ergens in mijn base. Maar waar? Ik heb mezelf gezegd, ik ga niet hun video kijken waarin ze dat maken. Maar ik weet dat die er is. Ik weet dat er een geheime ontsnappingsroute is. Hier heel veel enderside. Ooit gaan we die vinden, jongens. Ooit gaan we die vinden. Hier moeten we binnenkort ook wel echt naar verder. Ik heb echt zin om een gevangenis verder te bouwen, namelijk. Alright, we zijn terug met behoorlijk wat enderside. Dat we gelijk gaan gebruiken. Want dan ziet dat villagerhuis er gewoon een keertje mooi uit. Ik moet overigens ook nog levels krijgen. Want ik heb te weinig levels. En ik heb gewoon een chanting room nu, dus hey, dat kunnen we gewoon even fixen. Rick's huis is eigenlijk niet meer te herkennen. Dit was ooit Rick's huis, maar wat herken je er nou nog van? Een beetje het hout. Ik twijfel of ik hout ga gebruiken hier binnen. Ik denk dat het wel leuk is, aangezien er hier ook hout zit. Graag respect tonen naar de villagers. Hoeden af. Ik heb geen hoed op. Oh mijn god, ik schrik me rot. Curse of Binding. Hij is niet op, Rick. Hij zit niet op. Lekker voor je, Rick. Oh, je prank is mislukt. Ik heb hem helemaal niet op mijn hoofd. Oh, omdat ik helemaal geen hoedje op had, heb ik mijn poppy opgelaten. Lekker voor jou, meneer Rick Force. Wat een loser is het ook eigenlijk, hè? Weet je, die gaan we ook gewoon bij hem terugzetten. Dat gaan we absoluut terugpranken bij hem. Jongens, we gaan ook per direct nu naar Rick. Ik wacht met dit doen. En ik ga gewoon nu naar Rick's huis. En hij gaat zijn eigen stomme helmpje terugkrijgen. Alleen dan ga ik wel abonneer op Walnut opzetten. Abonneer op Walnut. Kijk. Dit vind ik toch wel een betere helmpje. Hij gaat hem echt goed terugkrijgen. Ik ben dood. Oh my days. Ik ga ook gewoon dood door zo'n rotbeest. Ik denk, ik maak even een sprongetje hier zo. Bespaart me even lopen. Ga ik dood. Nou, ik had toch niet veel levels, dus dat scheelt. Maar alsnog is het heel vervelend. Au. Laat me nou met rust! Laat me met rust! Oh mijn god, echt waar. Vreselijk. Ik wil gewoon naar Rick toe. Oh nee. En dan krijg ik gelijk mijn karma op de domste manier. Laat me met rust, laat me met rust, laat me met rust, laat me met rust, laat me met rust. Stop, 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 stop. Nou, aangekomen bij Rick. Heeft me wel een avontuurtje gekost, maar maakt verder allemaal niet uit. Waar doen we het? Waar loopt hij sowieso wel op zonder dat hij het door heeft? Hij doet het sowieso wel als hij doodgaat, weet je. Dan spant hij waarschijnlijk hier. Oh, dan spant hij hier. Wat is dit nou? Er zit hier een geheime doorgang. Wacht eens even. Hij heeft een geheime doorgang gemaakt. Nu ben ik benieuwd. Moet ik hier iets droppen? Waar moet ik iets droppen? Waar moet ik iets droppen? Ik snap het niet. Weet je wat? Ik ga gewoon elk hoekje testen. Rick doet altijd die dingen ook met zijn geheime beestje. Dat is ook gewoon de manier. Hoekjes testen. Kleine dingetjes testen. Want dat is meestal waar die dingen doorheen glitchen. Kijk, mijn eten is klaar. Ik heb dit allemaal al getest. Ik kan letterlijk... Ja, deze hoppers zouden denk ik geen effect hebben. Volgens mij is dat het hem. Ja, 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 dat is hem. Ja, wat doet dit? Waar gaat het heen? Wat is dit voor geheime kamer? Rick, ik heb je betrapt. Ik heb je betrapt, jongeman. En het leuke is, ik wist oprecht van niks. Het was dat ik daar het blokje wilde hakken, omdat ik daar die dispenser wilde plaatsen. D. Jee, waar gaat het heen? Moet ik weghakken? Oh, oh, er zit wel gewoon een dispenser hier. Maar geen knopje of iets. Kut, Rick. Waar eindigt dit? Ook aan de zijkant van zijn beest. Allemaal geheime kamers is die jongen aan het bouwen, joh. Hij is allemaal geheime kamers aan het bouwen. Maar ze zijn niet meer zo geheim. Oké, weet je wat we doen? Gewoon heel simpel. Omdat daar al die redstone systeem zit. Droppen we hem hier. Hopen we dat hij er gewoon simpelweg voor valt. Doen we hier de Curse of Binding erin. Zo. Hatsenflat. Ik hoop dat hij er gewoon weg niet voor valt. Dat zou het leukst. Drop ik hem nou zelf, ja. Hè? Dat zou het leukst zijn. Dat hij er gewoon echt... Dat hij er gewoon... Dat hij dat ding op heeft. Ik bedoel dat hij geen hoedje op heeft. Loopt hij naar binnen of naar buiten. En dan krijgt hij hem op zijn... Bolle kop. Dat zou heel leuk zijn. Laten we nu het villagerhuis gaan maken. Weet je wat? We gaan ook wel gewoon met hout werken hier. Ik kan het niet laten om niet met hout te werken. Je gaat Rick zijn geheim. Rick bouwt alleen maar geheime dingetjes. Dit is ook nog van hem. Ik vind het wel leuk dat eindelijk deze kamer een keer een beetje wordt aangepast. Het heeft zo lang mogen duren. Je ziet het, het is nu gewoon een beetje roet aan het worden, zodat je binnenkomt.
Het wordt langzaam gewoon eindelijk een mooie kamer. Mocht wel eens tijd worden. Oké, jongens, hij is zo goed als af. Ik heb er een soort steenachtige tunnel van gemaakt. Omdat het natuurlijk... Het is wel helemaal van steen hier buiten. En ik wilde wel dat het een beetje voelde als een tunnel en niet allemaal hout van binnen. Weet je, het moet wel echt een beetje ondergronds aanvoelen. Dus daarom heb ik een beetje houten pilaren gebruikt. En zoveel mogelijk andesite voor de rest. Ik vind het niet de mooiste tunnel, maar het is wel gewoon een keertje afgemaakt. En dan kom je hier zo uit en dan kom je wel aan het houten kamertje met alle villagers. Die, waarvan het er nog niet heel veel zijn. Maar het is fijn om ze te hebben. Verder wil ik er denk ik nog wel wat spruce trapdoors tussen plaatsen. Wat fences en dan even lanterns. Want to be honest, toortjes zijn gewoon niet het mooiste. En dat zal een heleboel oplossen. Wat is dit? Wie heeft hier naar beneden gegraven? Koninkrijk de Friesland. Kijk, af en toe een trapdoortje hier en daar. Dat kan ook wel leuk zijn, jongens. Oh, nu wordt het wel heel donker. Maar dit voegt al op zich heel veel toe, weet je. Nou, hier een fence, hier een fence. Lantern, lantern. Kijk, dat maakt het al wat gezelliger. Nee, dit kan wel. Zo lekker in de hoekjes zo. Eigenlijk moet ik daar dan dat andere hout voor gebruiken. Maar dat heb ik op het moment niet op zak. Ja, dit vind ik wel leuk. Dat zo in de hoekjes zit dan even. Lanterns, dat voegt wel wat toe. Heb je wat trapdoors hier en daar. Het is het nog niet helemaal, maar ik ga er gewoon mee akkoord. Ik vind het helemaal dikke prima, jongens. Dan is dit hoofdstukje even afgesloten. En dan kunnen we door met het volgende in alle rust. Het volgende dat ik namelijk wil doen, jongens, is eindelijk een keer een geheime base onder iemand anders zijn base maken. Ik heb dat al heel lang niet gedaan of uitgesteld. Weet ik veel wat allemaal. En het is gewoon een keer tijd dat ik het wel doe. En wie's base kunnen we dat nou beter onder doen dan die van opa Toos en opa Gerard. Eigenlijk Robin en Justin. Laten we erin gaan met minimale materialen en alles wat we verder nodig hebben. Stelen we van hun en betalen we later terug. Nou, we zijn bij ze aangekomen. Dus ze zijn al hier lekker aan het hakken geweest. Kijk, het moeilijke is, ik kan niet echt onder, recht onder hun base. Want daar zit natuurlijk die beacon. Maar ik kan wel een leuke locatie even bedenken. Wat nou als ik hem hier onderbouw? Dat ik niet eens met redstone ga werken, maar gewoon daadwerkelijk een klein gat bouw. Onder iets hier of zo, onder zo'n blokkie, weet je. En dan daar gewoon een leuke onderwaterbase maken. Gewoon een onderwater. Ondergrondse base onder de onderwaterbase. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dan hakken we dit blokje. Het leuke is, ze gaan hem zelf telkens terugplaatsen. Dus elke keer als ik hier ben, hak ik gewoon één blokje als clue van... Hé, hey, kijk, zit onder jullie base zit iets. Zoeken we even een plekje. Hier. Hier hakken we dan eronder. En dan hier. Kijk, plaatsen we daar een trap door. Hoppakee. Dat het zo min mogelijk opvalt. En dan moeten we snel eruit. Het is net alsof ik onder ijs zit. Help. Auw. Oh my days. Oké. Valt het op? Nee, dat valt totaal niet op. Dat valt oprecht. Kijk, je ziet het wel, maar je ziet het ook weer niet, weet je. Laten wij een leuke onderwaterbase maken. En ik wil niet zomaar eentje, weet je. Ik wilde niet zomaar eentje hebben waarvan je denkt, ja, waarom bouw je dit eigenlijk? Weet je, wat voor nut heeft dit? Ik wilde echt eentje maken waar ik gewoon nuttig iets kan doen of zo, weet je. Hier is een stripmine, volgens mij. Hier is gewoon een stripmine. Oh mijn god, dit is al bedrock. Ik zit letterlijk al op bedrockhoogte. Hoe laag zit hun base dan wel niet? Doen we hem hier. Oh mijn god, ze hebben... Oh, jezus. Ze hebben natuurlijk haste heb je hier. Omdat ze een beacon hebben, moet je zien hoe snel je hakt. Oh my days. Wat fijn. Ik kan echt de grootste, snelste onderwater, ondergrondse onderwaterbeest maken. Hallo lava, tot ziens lava. Nee. Weet je wat? Dan is dit de lijn. Dit is de lijn. Van deze kant gaan we deze kant op. We gaan echt een mega ondergrondse base maken hier. Het lekker is, het gaat oprecht zo snel het hakken. Het is net alsof ik in de nether hak. Oké, laten we beginnen. Je valt hier, je valt op de torch hier. Of wat is het? Op de lantern. En dan ga ik nu een soort iets bouwen. Waar ik heel trots op kan zijn. En een mooie ondergrondse base heb. En het moet ook wel nuttig zijn. Het is natuurlijk een kingdom loser dit, dat van de opa's. Ik maak het oprecht echt veel te groot. Je ziet, ik ga helemaal daarheen nog. En dan hier komt letterlijk nog... hoe heb ik dat daar gedaan? Oh ja, dit zo. En dan nu gaat hij pas weer opzij. Het wordt echt mega groot. En dan weet ik niet wat ik hier allemaal ga doen. Ik ga hier een heel battle station maken. Zodat ik hun altijd kan blijven trollen wanneer ik wil. Omdat ik mijn eigen thuis heb gewoon. Oké, de hele frame is uitgebouwd. Nu kan ik al het hout gaan plaatsen. Waardoor je kan zien een beetje hoe en wat. En dan kan ik bedenken aan hoe groot ik het of hoe hoog ik het wil bouwen. Oh, hij moet eentje breder. En ik ben heel benieuwd, want ze gaan natuurlijk in de video zien. En denken ze van, bruh, er zit weer een beest onder onze beest. Het was weer, bij hun is het volgens mij nog nooit gebeurd. Dus dat is het leuke. Het is de eerste keer dat de opa's, we zeggen ook altijd heel leuk de opa's. Het is de eerste keer dat Robin en Justin terecht een beest onder hun beest krijgen. Ik moet wel zeggen dat ik gek word van alle beestgeluiden. Het zijn er namelijk echt heel veel. En ik weet niet wat hier zit dan. Oh my days, hun ding zit hier. Nee, hun mobspanner zit hier. Oh mijn god. Hey, weet je wat? Dan gaan we gewoon hier onze eigen privé mobspan maken. Gaan we gebruik maken van hun mobspanner in mijn mooie base. Enig is, ik hoor wel echt van alles. Dat is een beetje waar ik tegenaan loop, voor mijn gevoel. Ik wil even kijken hoor. Hoe is dit de mobspan? Ze hebben letterlijk alles. Kill elkaar maar lekker losers. Oh, maar deze. Het zijn wel echt heel veel beesten. Hoe kan dat nou? Het zijn allemaal soorten beesten ook gewoon. Oh, maar deze. En we gaan hem een beetje dezelfde stijl maken als mijn chestroom. Ik wil namelijk niet mega veel soorten blokken hieraan verspillen. Of hiervoor gebruiken natuurlijk.
Maar wel lekker veel hout. Hout verspillen mag altijd. Ah! Alles zat in de fik. Hoe kan dat nou? Oh, maar deze natuurlijk. Natuurlijk. Stop, 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 stop. Niet branden. Stop met branden. Oh mijn god, volgens mij heb ik niet eens genoeg hout bij me om dit helemaal te fixen. Ik ga overigens in deze build geen enderzite gebruiken, want anders bouw ik letterlijk alles met hetzelfde blokken. Dat zou ook een beetje stom zijn. Dus hier gaan we geen enderzite gebruiken. Maar ik kan wel zien dat hier bijvoorbeeld pilaren komen. Kijk, en daarom hou ik van deze stijl, want dan kan je pilaren maken in je ding. Oké, zo sluit je dit hierop aan. Sluit je dit prachtig hierop aan. Dit is toch top, jongens. Ik weet wel dat mijn hout op is. Dus ik ga even kijken of Robin en Justin wat hout hadden mogelijk voor mij. Ik weet het namelijk niet zeker. Maar ik weet wel dat het er al leuk uit begint te zien. Hier, waar val je er ook weer in? Oké, laten we even omhoog bouwen. Snel onder het ijs vandaan. Hatseflats. Ook al is het glas, ik noem het ijs. Laten we eens even wat spullen dumpen. En dan kijken of zij hout hebben voor mij. Of ik mogelijk even wat hout kan stelen. En dan uiteindelijk terug kan geven. Oh, het is niet zoveel. Dat is wel akelig. Maar we pakken het wel allemaal. Krijg ze wel terug van me die 29 hout. Ah! Alles zat in de fik! Nee! Oh, het zit te dicht op de lava. Ik dacht dat het wel veilig was, maar nee. Laten we gelijk het plafond erin zetten. Oh nee, het gaat gewoon wederom in de fik. Ik moet het beter beschermen, jongens. Het moet beter beschermd worden. Dit lava hier is heel vervelend en zet alles consistent in de fik. Oh mijn god, stop, 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 stop. Ik heb eigenlijk gewoon water nodig. Dan kan ik het allemaal even weghalen, dat rotlava hier. Oké, wellicht helpt het nu. Ik heb nog beter mijn best gedaan om het dicht te doen. Verbazingwekkend hadden we nog genoeg hout om overal slabs te plaatsen. We hebben zelfs nog best wel wat over. Nee, nee, nee. Het gaat nog steeds in de fik. Ha! Maar goed, ik heb alsnog meer hout nodig, jongens. Want dit is gewoon weg te weinig hout. Ik moet nog allemaal randjes doen. Ik moet nog vloeren, muren, weet ik veel wat. En ik wil gewoon lekker veel hout gebruiken in deze beeld. Dus we gaan wederom terug naar boven. Yeah! Maar nu gaan we naar mijn eigen base om alles op te halen. Maar right, laten we kijken. We hebben nog behoorlijk wat hout. Ik ga gewoon echt veel meenemen. Dat ik eigenlijk te veel meeneem. En dan ben ik eigenlijk ready om alweer terug te gaan. Of moet ik andere dingen meenemen? We nemen wel gewoon ook spruce leaves mee voor detail. En voor de rest zien we het daar wel. Ik weet niet wat ik allemaal nodig heb. Nou, we zijn wedergekeerd. Yay! Ik vind het oprecht wel leuk om even een geheime beest te maken hieronder. Ik heb het echt naar mijn zin als ik dat doe. Ik weet niet waarom. Omdat je gewoon... Je bent geenzinnig bezig. Nee, ik weet niet wat het is. Maar het is gewoon... Alles brandt weer af. Echt waar. Het is gewoon nog niet genoeg. En ik ben de waterbucket vergeten. Vreselijk. Oh, hier. Boosdoener gevonden waarschijnlijk. Waarschijnlijk was dit de band. Ik zie dat het even van de onderkant aanbrandt. Maar niet langer. Het zal niet langer. De tirannie van de lava is bijna voorbij. Nou, we gaan het zien. Laten we eerst dit randje hier eventjes prachtig maken. Dat je zoals dit, dat het echt mooi afsluit, weet je? Wat ik trouwens gewoon kan doen om vorm te brengen aan de kamer, is dit weghalen en dit gewoon als hoekje laten. Dan heeft het een beetje vorm. In plaats van dat het één groot vierkant is, weet je? Dus dan kan die weg. En dan wordt dit gewoon... Ja, dit wordt niks. Ik ga het ook niet opvullen zonder van mijn spullen. Dus ik belicht het even, zodat er geen beesten spannen. Maar ik denk dat dat heel veel vorm toe gaat voegen. Alright, cirkeltje is... Oh nee, cirkeltje is nog niet af. Ik dacht dat het cirkeltje af was. Het is een vierkant overigens. Het is geen cirkel. Nu is het cirkeltje dat eigenlijk vierkant is af. Plafond is gedaan. Ik twijfel of ik er stript hout van maak. Misschien wel leuk om te doen. Dit is overigens wel kut, dus ik moet hier eigenlijk even pad maken, waardoor je hier in het midden uitkomt. Stript is wel mooi om hier ook stript hout van te maken. Dat maakt het wat rustiger. Het is zo druk, weet je, dat donkere hout. Vroeger deed ik dat altijd, maar ja, sinds dat stript vind ik dat stript gewoon zoveel mooier. Eigenlijk is dark oak stript nog mooier, maar ja, ik vind het beter. Ik vind bij heel veel mensen, veel mensen zouden het minder mooi vinden, maar ik weet niet. Ik vind het gewoon zoveel beter als het stript is. Laten we dan nu de vloer eruit halen en een mooi vloertje kiezen. Oh my days, hier is die hele kamer. Oh my days. Dit is wel heel kut. Ik zie wat een gat hieronder zit ook gewoon. Volgens mij komen ze niet zoveel bij achter hun mobspanner. Dus ik denk dat ik wel veilig zit met mijn kamer. Weet je wat ik nu sowieso merk, jongens? Ik heb die laag weggehaald en ik vind deze hoogte zoveel beter. De kamer was gewoon net een beetje te laag nog. Het plafond was een beetje krap. Dus nu ik het zoals dit zie, denk ik van ja, weet je, we doen er nog eentje lager maken. Kost ons iets meer werk, maar hè, valt in principe ook alweer mee. Ik denk op lange termijn dat dit een goede keuze is om het zo te doen. Kijk, zoals dit, het ziet er toch beter uit. Nu is het gewoon echt een grote kamer. Oh, maar dit staat wel gelijk weer in de fik. Het staat wel gelijk weer in de fik door dit. De blokjes zoals dat. En jij. Het kut is, er moet nu wel nog een laag vloer uit. Blijf bezig. Ik denk dat ik er ook gewoon een houten vloertje in doe. Ik denk dat ik het mezelf niet te moeilijk ga maken. En dat ik gewoon letterlijk, zoals dit, een simpel houten vloertje erin doe. Dus dat doen we dan ook maar, hè. Kijk wat een rust dit geeft. Het feit dat deze kamer gewoon een beetje een vloer heeft, een plafond heeft. Het geeft gewoon heel veel rust. Het is gewoon echt heel chill. Nu moeten er nog mooie muren in. Maar waar we die van doen, dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik het heel simpel zo al wil doen. Het is overal leuk. Hier, ik word helemaal gek van die geluiden. Maar overal heel leuk die randjes zo wil doen. Dat je een beetje 3D-achtige muren krijgt.
Dus daar kan ik sowieso vast mee beginnen. En dan hier eigenlijk bij de kleine wil ik ze gewoon zo hebben zelfs. Kijk, want misschien is het leuk dat ik hier ook nog een doorgang maak naar iets anders, weet je. Dat ik gewoon echt een mega multistelsel aan grote dingen hier bouw. Dat ik gewoon een heel mijn stelsel bouw hier. Dat dit mijn tweede beest gewoon wordt waar ik ga chillen. Zo, dat is ook gedaan. Oké, kijk. Het ziet er al gezellig uit hier binnen, moet ik wel echt zeggen. Ik vind het oprecht een beetje... Ik vind het echt gezellig worden. Kijk, hier kan je zelfs nog een ding als dit doen. En dan zo. Volgens met een mooie venster erbij. En een prachtig lantaarntje. Hey, kijk nou eens even. Dan halen we alle toortjes weg. Want dan kunnen we even kijken waar mooie belichting moet zijn. En dan merk je toch wel hier. Dus voor nu doen we even hier belichting zo. Oké, en dan voor de rest zien we het wel. Misschien is Deep Slate wel mooi. Op zich. Het kan. Ik bedoel... Het is niet het lelijkste, als ik het zou gebruiken. Weet je wat, we doen het wel gewoon. Dat geeft het een beetje een donker... Ik weet niet, het maakt het een beetje darkachtig. En dat is wel leuk, want ja, hè, het is een geheime bunker. Het moet niet al te vrolijk zijn, hè. En ik wil het eigenlijk gewoon een beetje plat doen. Normaal zou ik hier nog meer details in doen. Maar ik wil eigenlijk ook een beetje de rust bewaren hier beneden, weet je. Dat je niet overal mega veel details hebt. Soms is het ook wel fijn als je een beetje rust hebt. Overigens heb ik niet genoeg, dus we gaan weer naar boven, yay! Oh mijn god, we konden er ook Deep Slate bricks van maken. Oeh, die zijn denk ik nog mooier trouwens, als ik de bricks van maak. Oké, jongens, ik heb hem helemaal opgevuld en ik ben er wel blij mee. Het is wat donkerder. Nu kunnen we leuk nog allemaal detailtjes gaan toevoegen en zo. Dat gaan we eigenlijk ook dan maar gelijk doen. En ik heb wel een leuk idee. Dingen zoals heel simpel gewerkt. Plantjes en weet ik veel wat. Het is allemaal hartstikke leuk natuurlijk om toe te voegen. In het algemeen zijn trapdoors sowieso al een hele leuke toevoeging aan je base. Nou, oké. Had ze flat. En nu wil ik er nog wat leuks mee doen met de base. Want kijk, hij is gemaakt. Oeh, het is hier nog wel heel donker trouwens. Hij is natuurlijk gemaakt nu, de base. Heel leuk. Maar hij moet ook nog nut hebben, weet je. Het moet niet zomaar gewoon een base zijn waar je niks kan doen. Wat ik al eerder heb gezegd. Laten we eerst even wat dingen dumpen. Dus misschien is het leuk om hier wat spullen van hun gewoon neer te leggen, weet je. Dat ze gewoon of mijn video gezien moeten hebben of weet ik veel wat. Maar dat hier gewoon wat spullen terechtkomen van hun. Hij is wel leuk geworden, moet ik zeggen. Ik vind hem wel echt heel leuk. Het enige is dat de ingang is een beetje slecht. Dus die gaan we nog even verbeteren, de locatie daarvan. Oké, jongens, je valt dus nu hier. Moet ik nog even een laddertje maken. Dat kan ik nu al gelijk doen. En dan daarna kom je hier. Hier wil ik ook een ladder maken. Heel simpel. En dan kom je in de geheime beest terecht. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het leuk hoe het is geëindigd zover. Maar laten we nu voor als laatste dus de ladder maken. En dan is het helemaal mooi. Daar gaat het. Hoppakee. En dan kom je hier. En dan vanaf hier kan je hierheen. En dan kan je zo door naar boven hier. Waar je er niet uit kan vanwege problemen. Je moet gewoon telkens dan die slopen. Dat vind ik ook prima. Zo, nou, hartstikke leuk toch, jongens? Ik ben tevreden. Laten we er dan nog wat spulletjes van hun hier naartoe verplaatsen. Hun diamonds of zo, of hun belangrijke spullen. En dan vind ik het helemaal prima. Kijk, ik zie al de diamond staan. Hij is leeg. Hij is al leeg. Maar waarschijnlijk hebben ze dat in een ender chest of zo. Kan ik dan niet iets anders verstoppen daar? Weet je wat? Ik heb een leuk idee. Ik heb een heel leuk idee, jongens. We gaan nu beacon verstoppen. Ja, we doen alleen de beacon. Die verstoppen we. Zetten we de sign, zetten we hier neer, wacht. Sorry, in je geheime base. Hoppakee. Zo, hoppakee. Kijk. Sorry, in je geheime base. Dus nu moeten ze hem terugvinden. Hij is in hun geheime base. Dan denk ze, wat? Waar heb je het over? Geheime base? Kijken ze natuurlijk mijn video. Dus hoi Robin, hoi Justin. Jullie geheime base is hier. Aha. Hoppakee. Kom hier beneden en dan zul je hier je beacon vinden. Had ze flats. Daar staat hij. Eigenlijk moet er dan nog een mooi object bij. En ik zet er wel gewoon de tekst bij. Sorry. Oké, nee, dat vind ik helemaal leuk, jongens. Dan kunnen hier nog meer dingen voortaan verstoppen. Kunnen hier ook naast verstoppen gewoon andere dingen doen. Het is een hele mooie, leuke, geheime beest met de beacon van Justin en Robin erin. Dus voor nu is deze video klaar. Vond je hem nou leuk? Like hem dan zeker even. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer ook even. Dankjewel voor het kijken. Spreek jullie later. Glaasje water. Telt het 4 flesje bier.